Mijn naam is Tommy Perenboom. Wij zijn allebei van het SODE-team Eindhoven. Wij zijn een team van 21 studenten van de Technische Universiteit Eindhoven. En wij doen mee aan de World Solar Challenge, de race voor zonneauto's. Ja. En wat maken jullie daar bijzonder in? Nou, wij hebben Sferos eerste gezinsauto op zonne-energie gemaakt, genaamd Stella. En daarmee hebben we in 2013 laten zien dat dit gewoon al nu al kan. En daar bouwen we op voort. En we proberen echt de wereld te overtuigen van rijden op zonne-energie. Ja. Hey, je zei van de eerste gezinsauto, want tot nu toe, nadat als ik in de krant iets zie, dan is het altijd, er moet een licht persoon in zitten. Hè? Dat moet een licht ding zijn, want anders werkt het allemaal niet. Wat hebben jullie daarvoor, welke vernieuwing hebben jullie daarvoor moeten doen of kunnen doen? We hebben vooral gekeken naar hoe kunnen we de auto opnieuw ontwerpen. Dus we hebben heel veel lichtgewicht materialen gebruikt. Daarnaast gebruiken we ontzettend efficiënt materiaal en daardoor kunnen wij dus een auto maken die op zonne-energie rijdt en 4 personen mee kan nemen. Ja, dus de hele auto is eigenlijk ingericht op rijden op zonne-energie. Dus de hele aerodynamica ook bijvoorbeeld van de auto. Of als je de auto ziet, dan zie je ook dat het natuurlijk niet echt op een auto die op de parkeerplaats lijkt. Maar dat is gewoon omdat die helemaal ingericht is, zodat hij zo efficiënt mogelijk kan rijden. Ja, en als ik dat vanuit Nederland voorstel, hebben wij ook genoeg energie om dat te kunnen doen? Jazeker. Dus we hebben zelf ook onderzocht of het efficiënt genoeg is om in Nederland te doen. En het is zelfs zo dat je in 10 van de 12 maanden in Nederland meer energie opwekt dan dat je verbruikt. Dus dat maakt deze auto ook nog eens energiepositief. Dus het is ten eerste gratis om te rijden, maar je houdt ook nog energie over om bijvoorbeeld de auto aan te sluiten op het net van je huis. Ja, dus straks gaan als we met z'n allen moeten we wel een auto gaan rijden om genoeg stroom te hebben. Ja, genoeg stroom te hebben. Dus welke fase zitten jullie nu? Je hebt het laten zien, dus dit is nu een proof of concept. Ja. Wat willen jullie meer mee? Kijk, dit is een eerste ontwerp. En altijd een goed product bestaat uit meerdere ontwerpen. Dus wij zijn nu ook bezig met het tweede ontwerp. De World Solar Challenge die is in 2015. Die deadline hebben wij gesteld voor ons. Dan brengen we ons nieuwe concept hebben wij dan gemaakt. En nu zijn we dus bezig met weer een heel nieuw concept. We beginnen dan van een wit papiertje. Of nieuwe ideeën en een wit papier. En vanaf scratch maken wij dus weer nu een hele nieuwe auto. Maar dit dan natuurlijk zonder dat we 100 keer hetzelfde wiel uitvinden. Dus we leren van Stella. Dus weer als eerste auto op zonne-energie. Maar we proberen wel weer allerlei nieuwe dingen toe te passen. En weer opnieuw te gaan kijken hoe wij wat al bestaat nieuw kunnen neerzetten. Hey, je zegt, we zijn met ruim 20, hè, dit team. Hoe werkbaar is dat om dit met zoveel mensen te doen? Ja, dat is wel inderdaad wel heel leuk om te doen. Want we zijn multidisciplinair. Dus we hebben mensen van werktuigbouwkunde, electrical engineering, computer science, industrial design, technische bedrijfskunde. Het is heel veel disciplines. En we merken nu ook wel dat het heel spannend is en heel veel, je leert er heel van om met andere mensen overweg te gaan. Dus naast dat het heel nuttig is en dat wij iets aan de maatschappij kunnen leveren, leren we zelf ook heel veel van. Het is gewoon een stukje ervaring die je meeneemt zometeen als je klaar bent met je studie. Ja. Maar waarom ga je er niet gewoon met z'n allen deze auto of dit type auto's in productie nemen? Nou, wat we eigenlijk willen laten zien is gewoon dat het kan. We willen de technieken toepassen en alle technieken die ook al bestaan en die nu uitgevonden worden, optimaal benutten en in deze auto te combineren. En het gaat ons niet zozeer om veel winst te halen of om daar echt iets voor onszelf uit te halen, maar meer echt te denken aan de toekomst en... Ja, een beetje pioniers zijn we eigenlijk voor de auto van de toekomst. Ja. Hey, dit evenement gaat over innovatie. Wat jullie aan het doen zijn is innoveren. Als ik aan jullie vraag, wat zijn belangrijke ingrediënten om te kunnen innoveren? Wat zeggen jullie dan? Een hele open mind in ieder geval. Je moet niks geks vinden. Als je snel iets gek vindt, dan blijf je vast bij iets hangen. En dat is wat wij zeker niet doen. En daarnaast gewoon proberen, ja. Probeer het gewoon en je ziet vanzelf waar het schip strandt. Ja, en niet genoegen nemen met wat al bestaat. Dus iets wat bestaat, gewoon opnieuw beginnen te denken van... waarom is dat eigenlijk zo gemaakt en waarom niet anders? En kan het niet meer handiger? Dus dat is ook wel, Ja, je zei, hè, van dan beginnen we met met een wit papier, zeg maar. En je moet dingen moeten niet gek, hè, dingen zijn nooit gek, te gek, zeg maar, om te bedenken. Ja. Zit er een leeftijdskwestie in? Is dat voor jullie makkelijker dan, zeg maar, van iemand die 20 jaar ouder is? Ja, ik denk het wel. Ook omdat wij natuurlijk een studententeam zijn, heb je ook niet die belangenverstrengelingen die vaak in een bedrijf spelen. Dus wij zijn heel vrij eigenlijk om te doen wat wij willen. En ook om juist voor die toekomst te gaan en niet aan een winst vast te zitten of iets. Dus we zijn heel vrij daarin. En dat geeft wel
denk dat dat wel de ruimte geeft om zoiets neer te kunnen zetten. Waarom is die zonne-energie voor jullie zo belangrijk? Zonne-energie is voor ons belangrijk omdat eigenlijk de zon gaat op voor niets, letterlijk. En dat is een hele mooie, schone en een gratis bron van energie. Ja, dus de zon eigenlijk die schijnt in 1 uur al meer energie uit. Als je kijkt naar wat alle mensen in een jaar nodig zouden hebben, dat kan dus al in 1 uur uit de zon gehaald worden. Dus wij dachten, ja, waarom wordt er nog geen gebruik van gemaakt bij auto's? Want dat is zo'n groot probleem. Waarom is er nog geen oplossing voor? En zo zijn we eigenlijk daarmee aan de slag gegaan. Hey, en wat heeft dat voor gevolgen voor jullie? Zijn er autofabrikanten die op jullie afkomen? Nog niet. Zijn er partijen? Nee, zeker niet. We hebben daar nu nog geen last van. We weten nooit hoe het gaat lopen. Maar tot nu toe horen we alleen maar lovende verhalen over ons. En krijgen wij veel steuntjes in onze rug. Dus. Ja, dus niet per se autofabrikanten die hier meteen naartoe rennen. Maar wel heel veel andere bedrijven waarmee we samenwerken. Dus we zitten natuurlijk in Eindhoven. Wat natuurlijk een perfecte omgeving is om samen te werken met bedrijven van bijvoorbeeld de Hightech Campus en allerlei andere bedrijven van de omgeving. Dus daar proberen we wel echt optimale resultaten neer te zetten in samenwerking met andere bedrijven. En waar kunnen we die auto normaal gesproken zien rijden? Nou, op dit moment is Stella op de terugreis van Amerika. Want we hebben een tour gehad in Amerika langs hele grote bedrijven en scholen. Want we zijn ook echt voorstander van techniekpromotie onder jongeren. Dus nu zijn we aan het wachten totdat ze terugkomt. En begin december is ze terug. En we staan vaak op evenementen en we rijden door het land en we gaan naar scholen. En hebben jullie nog tijd om gewoon te studeren ook? Of? Nee. Dit is echt je zet 1,5 jaar je studie op pauze en je geeft echt je 1,5 jaar geef je aan dit project. En je krijg je wel tegelijkertijd wel de faciliteiten van de universiteit? Ja, dus de universiteit die verzorgt bijvoorbeeld het kantoor dat we hebben. Adviseurs, heel veel betrokkenheid. Dus dat is echt dat is een super plek om te zitten als studenten met zo'n droom. Ja, hey, wat kunnen bedrijven van jullie leren? Ja, innoveren, geen gekke dingen. Er zijn geen gekke dingen, dat bestaat niet. Dat is voornamelijk wat ze van ons kunnen leren. En hebben jullie nu ook wel eens de zin dat je gezien hebt, hier zijn geen gekke dingen, we gaan dit doen en dit is nu gelukt. Ik zou ook wel eens met tanden weer iets heel anders willen gaan zetten. Op dit moment zijn we nog gewoon super enthousiast over dit project. Wie weet als dit project dan een succes is verbracht, dat we dan weer het volgende project de tanden inzetten inderdaad. Maar op dit moment, we zijn nu nog helemaal verkocht aan dit project eigenlijk. Ja, jullie zijn genomineerd om vandaag een prijs te winnen. Hoe schat je je kans in? Wel redelijk goed. We hebben zeker goede tegenstanders. Maar ik denk dat wij hebben een heel ander en uniek verhaal. We zijn tamelijk jong. Natuurlijk, dat scheelt misschien ook al een beetje. Dat de student een beetje goodwill altijd hebben. Maar ik denk dat we wel een redelijk goede kans hebben. Ja. Hey, en als het over zonne-energie gaat, staat dat eigenlijk nog in de kinderschoenen? Ja, er zijn heel veel ontwikkelingen in de zonne-energie. Panelen zijn inderdaad vaak nog wel redelijk duur, maar er zijn organische zonnepanelen die flink in de ontwikkelingen zijn. Dat groeit met de jaren en het is ook kijken waar dat gaat belanden. Daar kunnen we eigenlijk nog heel weinig over zeggen. Maar je ziet vaak ook dat bedrijven al een tak in een bedrijf daaraan toewijden om aan zonne-energie te ontwikkelen. Dus dan zie je toch dat bedrijven ook al inzien dat dit wel echt de toekomst heeft. Ja. Ik wens jullie heel veel succes vandaag. Ja, dankjewel. Dankjewel.